Is de positie van minister Blok in gevaar nu de steun in Syrië anders in elkaar blijkt te zitten dan dat hij eerder had verteld? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Vandaag publiceerden Dagblad Trouw en actualiteitenprogramma Nieuwsuur stukken over de steun die Nederland heeft gegeven aan de gewapende strijd in Syrië. Straks een gesprek over deze stukken en de gevolgen daarvan met buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad Jan van Bentem. Maar eerst kijken we naar de schrijnende situatie in Jemen. Uit nieuwe cijfers van de organisatie Save the Children blijkt dat er een enorme nood is. Want sinds het begin van de oorlog in 2015 zijn er 85.000 kinderen gestorven aan de honger. Aan de telefoon hebben we woordvoerder Valerie Kierkels van Save the Children. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we zien foto's van zwaar vermagerde kinderen. Is dit het geval bij alle kinderen in Jemen? Nou, de situatie voor heel veel kinderen in Jemen is op dit moment inderdaad echt verschrikkelijk. Als je naar die foto's kijkt, nou, ja, dan kan je volgens mij niet doorgeraakt worden. Nee. Vooral voor de kinderen in het westen van het land, waar de strijd dus het hevigst is, daar is het ja, echt verschrikkelijk. Bijvoorbeeld de havenstad Hodeida, daar horen we af en toe ook wel eens wat van, hè? Die is belegerd. En de mensen die daar wonen, de kinderen, die zitten gewoon in de val. Die kunnen niet meer de stad uit en ja, die moeten daar zien te overleven. Ja, de getallen zijn haast niet te bevatten. Hè? 85.000 kinderen zijn al gestorven. Voor hoeveel kinderen en mensen dreigt datzelfde lot? Op dit moment gaan er ongeveer 100 kinderen per dag dood. Ja. Dat is echt dus, nou ja, verschrikkelijk om je voor te stellen. En het betekent dat nou, als er niet snel iets gebeurt, en het enige wat eigenlijk het beste zou helpen is natuurlijk dat de wapens worden neergelegd, ja, hè, dat de oorlog stopt. Ja, lopen honderdduizenden kinderen gevaar. En de Verenigde Naties heeft onlangs ook gewaarschuwd, hè, voor een dreigende hongersnood. 14 miljoen mensen, volwassenen en kinderen in Jemen, lopen gevaar dood te gaan van de honger als er niet snel iets gebeurt. Ja, en u zegt de enige oplossing is uiteindelijk vrede. Deze cijfers zijn haast niet te bevatten, maar waarom horen we er nou zo weinig over? Ja, dat komt denk ik vooral omdat ook voor journalisten Jemen een moeilijk land is om binnen te komen. Hè? Mm-hmm. De regering heeft natuurlijk liever ook geen pottenkijkers, om het zomaar te zeggen. Dus journalisten krijgen ja, heel moeilijk toegang tot het land. En als er geen onafhankelijke media verslag mogen of kunnen doen, dan is het ook moeilijker om dat hier in media te krijgen. Gelukkig neemt de aandacht wel toe, maar ja, de situatie is ook zo ernstig dat die aandacht en ook politieke druk ook heel hard nodig is. Ja, er zijn wel een aantal grote internationale hulporganisaties actief in het land. Maar waarom komt nou die hulp na ruim 3 jaar oorlog nog steeds niet zo goed op gang? Nou, ik weet niet of die niet goed op gang komt, want de organisaties zoals Save the Children die er werken, die doen ook er alles aan om zoveel mogelijk mensenlevens te redden. Hè? Elke dag weer ook onze hulpverleners met gevaar voor eigen leven. Dus in die zin is het niet zo dat de hulp niet op gang komt. Het is alleen zo dat het is de grootste humanitaire ramp van dit moment. Dus er is gewoon nog meer hulp nodig. Ja, ja. Maar er is ook heel veel bureaucratie en u wordt ook gewoon tegengewerkt, toch? In de hulpverlening die u wel wilt bieden. Ja, dat klopt. Dat kunnen we niet ontkennen. Kijk, gelukkig Save the Children zit al sinds 1963 in Jemen. We werken heel veel met jemenitische mensen, artsen, hulpverleners zelf. Ja. Maar ook die hebben inderdaad te maken soms met bureaucratie, met blokkades en ook het geweld. Hè? Want zij zijn natuurlijk ook niet veilig voor dat geweld. Dus ook voor hun is het werken gewoon behoorlijk lastig. Ja. Maar desondanks, ja, ze blijven op hun post, zeg maar. En ze proberen zoveel mogelijk kinderen en ouders te helpen. Ja, oké, heel helder. Dank voor uw toelichting, Valerie Kierkels van Save the Children. En veel zegen met het werk dat u doet. Dan gaan we het nu hebben over een ander conflict in Syrië. Uit onderzoek van Trouw en Nieuwsuur blijkt dat minister Blok de Kamer eerder niet volledig heeft ingelicht. Of misschien wel bewust om de tuin heeft geleid. Wie zal het zeggen? We hebben hier in de studio Jan van Bentem, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Ja. Ja, wat heeft minister Blok nou gedaan? Heeft hij ze verkeerd voorgelegd of om de tuin geleid? Dat kun je pas zeggen nadat de Kamer hem weer flink in de tand heeft gevoeld over wat nu bekend wordt. Eerder heeft minister Blok gezegd, ik kan niet alles vertellen bij welke groepen bijvoorbeeld zijn gesteund door Nederland, omdat dat staatsgeheim is. Dan vraag je de stukken op.
Trouw en Nieuwsuur hebben dat gedaan. En daarin zijn in sommige delen de namen van betrokken groeperingen en organisaties niet weggelakt. Ja, want de stukken in de Trouw, het zijn foto's waar een heel groot deel zwart gelakt is, wat niet bekend mag worden. Maar dus, er zijn dus een aantal stukken vergeten weg te werken. Ja, en als je dan gaat kijken van wat voor tekstgedeelten dat zijn, dan zijn er soms tekstgedeelten waarin het gaat over echt civiele hulp, dus voedsel- en hygiënepakketten die voor burgers bedoeld zijn in het gebied dat wordt beheerd door... Nou, dan komt er dus een naam van een van die organisaties. Ja. In dat geval Hama, hoe heet het? Hama Rebels Gathering. Nou, dat was dus niet de bedoeling. Hè? Dat is dan een van de groeperingen die daar dan kennelijk bij betrokken is. Wat dan eerder staatsgeheim zou zijn. Ja. Laten we even teruggaan naar het begin. Want dat NLE-programma van de Nederlandse regering, wat houdt dat nou precies in? Nou, waar het gedoe over gebeurt. NLE staat voor Non-Lethal Assistance. Dus hulp in de vorm van materialen, goederen en dergelijke die niet dodelijk zijn. Dus je kunt dan denken aan kogelvrije vesten. Ja. Die bestand zijn tegen kogels van AK-47 of M16, veel gebruikte wapens daar. Je kunt gaan denken aan pick-up trucks voor het vervoer van voedsel en voorraden. Ja, maar die blijken achteraf ook gebruikt te worden voor het vervoer van militanten naar het slagveld. Je kunt denken aan hygiënekits, aan voedsel, aan dekens, aan tenten, noem maar op. Ja, dat is dat programma. Ja. En daarvan kwam op een gegeven moment buiten, een aantal maanden geleden, van nou, dat kan wel eens misschien in verkeerde handen gevallen zijn. Ja, omdat je terecht bent gekomen. Kijk, bijvoorbeeld, we doen het ook in Noord-Irak. Daar geeft Nederland hulp aan Koerdische strijdgroepen die zich het leeuwendeel van de strijd tegen ISIS hebben gevoerd. Ja. Dan weet je redelijk met wie je te maken hebt. Ja. Maar hier in ISIS, dan heb je het over hulp- en strijdgroepen, met name in de jaren 2014 en daarna, rond Aleppo. Daar is verschrikkelijk gevochten. Ja. Zowel tussen die strijdgroepen en het leger van Assad. Ja, maar iedereen streedt tegen iedereen daar ongeveer. Maar ook met name tegenover groepen als ISIS en Jabhat al-Nusra. Wat vroeger verbonden was aan Al-Qaeda. Net als ISIS vroeger verbonden was aan Al-Qaeda. Nou, die groepen die wilden we steunen. Maar dan op een manier dat we dus niet zouden zeggen, nou, we leveren ze wapens, we leveren ze dat soort zaken. Overigens, dat deed de CIA wel. Ja. Kleine 2 jaar geleden heeft de CIA dus onderzocht van welke groeperingen zijn nu zo gematigd, tussen aanhalingstekens, voor je verder je daar in die oorlog over kunt spreken, dat wij ze bijvoorbeeld anti-tankwapens geven. Ja. Maar nou, daar is een grondig onderzoek aan. En daar viel dus ook de groepering onder waarin het in het stuk over gaat, Jamaat al-Shamia. Ja. Ja. Maar de Nederlandse regering heeft vervolgens gezegd, of de Kamer heeft vervolgens gezegd, van wij willen die steun niet geven. Wij willen geen gewapende steun of geen steun aan de strijd geven. Maar wij willen alleen maar hulpgoederen bieden, zeg maar. Ja. Of ondersteunend, niet aan de strijd. En dat heeft de minister ook altijd verdedigd, hè? Dat niet het geval was. Dat heeft hij gezegd, maar hij was wel direct. Hij is de minister die het ook stop heeft gezet. Een maand na zijn aantreden heeft Blok gezegd van hier kappen we mee. Ja. Daarvoor Halbe Zijlstra, die er maar heel kort heeft gezeten, die heeft nauwelijks inzicht, denk ik, gehad in het dossier zelf. En daarvoor had je minister Koenders. Ja, en daaronder is het project gestart. En daar is onder hem is het project gestart. En Koenders wilde dat inderdaad ook als humanitaire hulp doen. En je moet je even toch weer gaan verdiepen in die tijd van een paar jaar geleden. Waar heb je het dan over? Dan heb je het over een situatie dat ISIS, maar ook al-Nusra, als een geesel door Noord-Syrië en ook Noord-Irak. Ja, dat waren de momenten dat er filmpjes van gijzelaars op een verschrikkelijke manier en dat soort dingen zagen langskomen. Op een verschrikkelijke manier aan het moorden waren geslagen. Het waren ook de jaren waarin het leger van Assad, het Syrische regime van Assad, met skutraketten en zware wapens en wat bommen op Aleppo en andere steden losgingen. Ja. Wat ook regelrechte oorlogsmisdaden zijn volgens de rapporten van de Verenigde Naties. Niet volgens ons, maar volgens de Verenigde Naties. Nu heeft de minister, ook minister Blok, telkens gezegd van wij hebben, ja, er zijn een aantal incidenten geweest dat het in verkeerde handen was gevallen, maar wij hebben altijd humanitaire hulp gegeven. Ja. Maar als wij deze stukken hier in de krant lezen, dan wisten ze beter. Dan heeft hij toch gewoon ze voorgelogen. Of hij wist het niet.
En maar in beide gevallen moet je dus zeggen, of de minister heeft de Kamer niet volledig geïnformeerd en had hij het wel moeten doen, dat is een politieke fout. En flinke. Ja. Of je moet zeggen, van de minister stond daar in de Kamer te vertellen wat hem door de ambtenaren is meegedeeld. En die hebben dus allerlei dingen voor hem achtergehouden. Dus hij wist niet wat dat... Ook, en dat is politiek ook niet correct. Ja, daarover zijn ook ministers van Justitie gevallen over dat soort zaken. Maar het is zelfs zo dat het nu wat eerder genoemd werd staatsgeheimen gelekt worden... Ja. Waar gewoon 6 jaar gevangenisstraf op staat. Ja, dat is onzin. Dat is onzin. Dat vind ik tenminste, hoor. Laten we eerlijk zijn. Onzin dat het staatsgeheim zijn of dat hij gevangen is? Ja, dat hij dat vroeger, dat blok dat in de eerdere gesprekken met de Kamer tot staatsgeheimen heeft verklaard. Dat eerlijk gezegd, we wisten allemaal wel wat voor strijdgroepen er rond Aleppo zaten. Wat voor strijdgroepen er in het noorden van Syrië zijn. Dat is een enorme mengelmoes van allerlei clubs. Je hebt bijvoorbeeld Jamaat al-Shamir wordt vaak genoemd. Maar ook dat is weer een vergadering van allerlei groeperingen. Waarbij er zijn die redelijk richting Al-Qaeda zaten, maar zich daar dan van hebben afgescheiden en weer tegen ISIS gingen vechten. Maar je had er ook redelijk gematigde groepering van het Vrije Syrische Leger onder zitten. Dus dat was een... En dat is eigenlijk algemeen dat bekend. Dat was niet te volgen bijna. Ja, maar het is algemeen bekend dat daar dat soort groeperingen onder zaten en dat had geen staatsgeheim hoeven zijn. Nee, meerdere Nederlandse journalisten zoals Jan-Jaap Melis en dergelijke, die zijn bij dat soort groepen geweest. Ja. Hans-Jaap Melis is zelfs meegeweest een tijd lang met Jamaat al-Islamiyah in Shamia in het strijdveld. Dus we wisten wat voor groepen daar zaten en waar het om zou gaan. Maar goed. Geheim is dan... Maar goed, minister Blok zit dus in zo'n lastige spagaat. Ja. Hij heeft al wel wat eerdere fouten gemaakt. Ja. Hè? Hij heeft een aantal dingen over Suriname gezegd, wat hem flink werd aangerekend. Ja. Ook wat andere dingen. Hij heeft geen gladde huid. Hij heeft allerlei littekens waarin het haakje kan blijven zitten. Zeg maar wat gaat de Tweede Kamer daarmee doen? Want de Tweede Kamer gaat hem flink ondervragen. Ja. Maar wil je een minister van de grootste regeringspartij offeren in een coalitie die ook maar een hele kleine meerderheid heeft? Dat is een politiek lastige vraag. En dat het hem zal schaden, is duidelijk. Ja. Of het hem zo zal schaden dat ook de coalitie zal besluiten, ook de VVD, van wij moeten maar afscheid nemen van deze minister, dat is de vraag. Maar goed, dat heeft de VVD in het vorige kabinet ook meermaals gedaan. En dit kabinet, hebben ze heel wat mensen... Ze worden aan de lopende band vervangen. Maar was dat wel iets meer... ik bedoel, die zijn zelf eigen beweging, beweerde hij dingen die niet klopten. Ja, maar goed... Gaat hij dit dan redden of niet? Dat weten we dus. Dat hangt echt af van de coalitie. Het hangt ook echt af van hoe hij kan uitleggen wat er is gebeurd. Waarom de informatie is achtergehouden, nu wel naar buiten komt. Ja. Heeft hij een logisch verhaal? Ja. Het zal lastig zijn. Hoe had hij dit kunnen oplossen als hij zeg maar van tevoren... Wij zijn een parlementaire democratie. Ja. Er is door deze Kamer of door dit parlement besloten dat die hulp mocht worden verschaft. Maar met inzage ervan. Geef die dan ook. Ja. Zo geheim was het allemaal niet. Als zelfs de CIA bekend maakt van deze clubs kunnen wel hulp krijgen. Waarom moet dan de Nederlandse Kamer dat soort informatie niet kunnen krijgen? Ja, dus hij had open moeten zijn? Opener. Maar dan had hij nog steeds, dan had er uiteindelijk gezegd van ja maar wij hadden gezegd dat... Dan was er eerder wellicht gestopt. Dan had je het niet meer gehad over minister Blok. Dan had je misschien zelfs niet eens gehad over minister Zelstra. Dan had je misschien nog gehad over de nadagen van minister Koenders. Ja. Nederland, dat valt wel vaker op. Nederland is erg schaars in het geven van informatie. Ja, en als ze informatie geven, dan is het zwart gelakt. Dan is het nog vaak zo, dat zie je vaker. Maar in verhouding, bijvoorbeeld in de Amerikaanse staatsstukken, lees je veel en veel meer over wat er echt gebeurt dan in Nederlandse stukken. Dat is iets wat in de westerse democratie wel opvalt. Ja. We hebben niet een erg praatgrage regering. Ja, hij moet openheid geven dus. Graag. En dat gaat hij binnenkort doen, misschien in de Tweede Kamer. Anders kan de Kamer toch nooit controleren. Ja. Ja, heel helder. Heel erg bedankt voor de komst, Jan van Benten van het Nederlands Dagblad. Graag gedaan. U heel erg bedankt voor het kijken. Morgen dan zijn we er weer. En vanavond kunt u ook nog kijken naar Uitgelicht Extra. En daar zijn weer verschillende interessante onderwerpen met onder andere een prachtig boek over de rode draad in de Bijbel. Dit was het voor vandaag. Tot morgen. Dag.